kom eigenlijk nooit op demonstraties of manifestaties. Jammer, hoor ik daar. Ik ben één keer heel stiekem wezen kijken op het Museumplein met mijn schoonvader. Dat vond hij wel mooi, omdat hij heel erg graag naar National Geographic kijkt, naar oorlogsfilms. En hij zag al die politiewagens staan. Ik zeg, kom, we gaan even kijken. En dan zijn we 5 minuten geweest en toen ging er heel veel water over ons heen. En toen zijn we maar teruggelopen. En nu is dus de tweede keer dat ik bij een evenement ben. Met veel mensen. En ik vind het eerlijk gezegd een beetje ongemakkelijk. Ik ben iemand die van nature heel graag achter de schermen werkt. Ik heb jarenlang als tv-maker achter de schermen gewerkt. Maar ik heb op een gegeven moment ontdekt dat... Dat ik ook andere talenten heb en nu werk ik voor de schermen in beeld. En dat vind ik een eer. Ik heb de afgelopen maanden, ja, bijna een jaar al, in toenemende mate gemerkt hoe belangrijk het is dat iedereen op zijn eigen manier zijn rol pakt. En iedereen heeft een taak, denk ik. En ik heb dat toch nooit zo wezenlijk gevoeld in mijn leven. Dat ik een taak op aarde heb. Ja, daar mag je best voor klappen. En dat is eigenlijk een applaus voor jezelf, want we hebben allemaal een taak hier, denk ik. En niemand is belangrijk of onbelangrijk. We hebben allemaal onze rol. Om een voorbeeld te noemen, mijn vrouw die trouwens mee is gekomen... Waarmee ik op een heleboel fronten rondom de coronadiscussie niet op één lijn zit. Maar die heeft ook een taak in mijn leven, want die zorgt er weer voor dat ik geaard blijf en niet doorsla. Dus ook dat is goed. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat we het niet per se allemaal eens met elkaar zijn. Maar dat we wel... respect hebben voor elkaars mening en elkaar niet de mening opdringen. En dat is een van de belangrijkste oefeningen die ik de afgelopen maanden ook heb mogen ervaren thuis. Dat me dat samen met Femke is gelukt om weer harmonie te vinden. En eigenlijk zie ik daar de opdracht voor ons allemaal, want er is ontzettend veel polarisatie in de samenleving. Dat hoef ik jullie niet uit te leggen. Maar hoe gaan we er nou voor zorgen de komende periode, nu we zo ver van elkaar verwijderd staan, dat we weer dichter bij elkaar komen? Hoe gaan we dat doen? Dat is natuurlijk een ontzettend moeilijke opgave. En zoals jullie waarschijnlijk wel gemerkt hebben... zijn het met name de mensen die heel overheidsgetrouw zijn en die in de basis natuurlijk eigenlijk een heel goed karakter hebben, want er is helemaal niks mis mee als je overheidsgetrouw bent. Voor mevrouw. Er is op zich niks mis mee als je de mentaliteit hebt dat je loyaal wil zijn en dat je ook voor anderen wil klaarstaan. En het is op zich natuurlijk eigenlijk een hele mooie intentie dat mensen bereid zijn om een injectie te nemen voor een ander. Alleen, het is natuurlijk niet de bedoeling. Maar de intentie van die mensen is in de basis heel goed. En ik denk dus dat de opdracht die wij de komende maanden zullen moeten gaan hebben, is dat wij degene zijn die empathie moeten hebben. Wij moeten degene zijn die mensen gaan begrijpen die de weg zijn kwijtgeraakt. En wij moeten niet denken dat zij de stap moeten gaan zetten. Wij moeten dat doen. En dat zal heel erg moeilijk zijn, want ook ik heb zo nu en dan momenten dat ik denk van... dat ik iemand door een spaghettimolen wil heen drukken. Van waarom begrijp je dit nou niet? Het is zo simpel. De feiten liggen op tafel, de data is er. Logisch verstand, alles. En toch komt het niet aan.
En dan moet je dus geduldig blijven. Dat is heel belangrijk. En mij werd gevraagd vandaag om iets te bedenken rondom het thema waardoor sta jij in vuur en vlam? Ik heb in ieder geval een rode broek aangedaan, speciaal daarvoor. Maar als je aan mij vraagt waarvoor sta je in vuur en vlam, dan is dat natuurlijk mijn kinderen. Ik heb 2 prachtige zoons, eentje van 18 en eentje van 7. En ja, als je ouder bent, als je een vader bent of een moeder bent, dan snap je hoe belangrijk het is dat je die kinderen een fijne toekomst wil zien hebben. En daar maken een heleboel mensen hier zich denk ik heel erg zorgen om. En dat is natuurlijk heel erg terecht. En als je aan mij vraagt waarvoor sta je in vuur en vlam, dan moet ik eigenlijk zeggen dat als ik denk aan vuur, dan denk ik ook aan vlammen. Dat is natuurlijk logisch. Maar toen ik er vanochtend over nadacht, toen ik in bad zat, dacht ik, een vlam is ook heel snel weer gedoofd, want het kost heel veel zuurstof en energie. En de periode die nu voor ons staat, dat gaat een marathon worden. En daar wil ik jullie mentaal ook op voorbereiden. Want ik ben heel erg hoopvol over de toekomst. Er komt een nieuw evenwicht, een beter evenwicht. Maar wij moeten beseffen dat dit vervelend lang gaat duren. En waarschijnlijk jaren voordat dat evenwicht er weer komt. En dan is het heel mooi om gepassioneerd te zijn en heel fel en agressief op een positieve manier en van alles te willen. Maar als je te ongeduldig bent, dan ga je jezelf in deze marathon vergalopperen. En daarom denk ik dat als je aan mij vraagt vuur en vlam, dan zou ik dat willen terugbrengen naar een waakvlammetje. Dat vlammetje moet blijven branden en dat moet in staat zijn om over 2 of over 3 jaar ook nog te branden, want anders zijn wij op. Want er komt een fysieke en mentale beproeving op ons af. Dat is de grootste uitdaging in ons leven, denk ik. En als wij dit doorstaan en wij blijven in onze kracht en wij blijven onze rug recht houden en wij capituleren niet en wij blijven onszelf in de spiegel kunnen aankijken en wij blijven verbinden en we blijven empathisch naar anderen, dan komt het naar ons toe. En dan komt die verandering en dan komt ook de hoop en dan komt die nieuwe wereld die beter is vanzelf en die wordt mooier en die wordt beter en daar kan ik jullie echt van verzekeren, maar alsjeblieft heb geduld en weet, het gaat lang duren, maar het komt goed.